Up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Zo, dit is een bijzondere samenwerking dit. Hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen, Jan? Ja, wij kennen elkaar al heel lang. Ze hebben een jaar of 10 geleden al een keer met ons één concert meegedaan. Ze zijn ook bekend van televisie. Ze zeker. Geregeld bij De Wereld Draait Door, bijvoorbeeld. Oh, maar ook hier, hoor. Ja, eigenlijk hadden we dit idee eerder, namelijk in 2019 hadden we het idee al opgevat om het in 2020 te gaan doen. En toen kwam daar wat tussen, waardoor we 2 jaar niet in de theaters mochten komen. En, dus het is uitgesteld en nu is het 2024 en nu gaat het gebeuren. Maar jullie doen onder andere Beatles, maar ook Pearl Jam bijvoorbeeld. Ja. Eigen repertoire. Maar hoezo ook Pearl Jam? Pearl Jam is, ja, omdat die gasten die werden een keer... Eddie Vedder kwam een keer... Ging zijn eerste solo, akoestische solo-tournee doen. En die had het, de zanger van Pearl Jam. Ja. En die had het plan opgevat om in elke stad waar hij ging spelen, over de hele wereld, overal een lokaal strijkkwartet uit te nodigen. Oh. Maar hij begon zijn tour in Amsterdam. In de AFAS. Ik was daar toevallig ook. En daar mochten zij dus als begeleidingsgroep komen. En toen vond hij dat zo fantastisch mooi, Eddie, dat hij is helemaal van zijn plan afgestapt. En hij kwam na die show naar hun toe om te vragen van... hoe ziet jullie agenda eruit de komende maanden? Want ik ga het anders doen. Ik ga jullie meenemen op die hele tournee. Dus zo zijn zij de hele wereld over geweest met Eddie Vedder. Stonden ze op een gegeven moment in het Wembley Stadion... voor 100.000 mensen te spelen, bijvoorbeeld. Doe maar. Dat soort dingen. En nu zijn ze gewoon hier. En nu met de 3 A's. Nou, maar het is wel mooi. Want jullie doen niet alleen Pearl Jam, maar ook wat jullie straks gaan doen. A Wonderful World. Ja. Iets over zeggen? Waarom dat nummer? Ja, nou... Bij iedere cover die we doen, die heeft een reden. Mm. Als aan het einde van de show, dan hebben de mensen, de bezoekers... die hebben heel goed kunnen zien wat nou die strijkers doen met muziek in het algemeen. Met de verschillende emoties in de liedjes. Als het spannend wordt, of als het emotioneel wordt, of romantisch. Mm. Eigenlijk net zoals in de film. Oh, ja. Je let daar nooit op de filmmuziek. We hadden het over de Oscars ook. Maar het zijn meestal de violen die ervoor zorgen dat je, als het spannend wordt... dat die net eventjes op de achtergrond te horen zijn... waardoor je hartkloppingen krijgt. Oh ja. Als het romantisch wordt, als het droevig wordt... dan is het altijd de vioolmuziek die emotie versterkt. Mm. En als je dan helemaal aan het einde van de film... zoals wij dan aan het einde van de show of nu ook tegen het einde van dit programma... als de twee hoofdpersonen elkaar dan eindelijk vinden en eindelijk die kus... En je ziet ze dan in de aftiteling, zie je ze een paar jaar later met hun kindertjes weglopen naar de horizon. Oeh. En de lentezon breekt door. Ik voel hem. Dan zijn het de violen die ervoor zorgen dat je denkt, dat je tranen in je ogen krijgt en denkt, wat is het leven toch wonderlijk. Dan denk je gewoon, what a wonderful world. Yes. Geef ze een applaus, dames en heren. Yes. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry as I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful world.